De Herten zijn vanmorgen druk aan het trainen in het stadion aan het Kambuurplein. Morgen staat met zekerheid de belangrijkste wedstrijd van het seizoen op stapel. Want bij verlies door de Herten lijkt het eredivisiesprookje definitief voorbij en dus moet er gewonnen worden. Als het gelijk is, dan uh, hebben we het niet meer in eigen hand. Dus uh, we moeten winnen. Uh, de graafschap heeft meer dan een gelijkspel dan wij. Uh, dus uh, wij, wij moeten echt winnen. Goed, dan begint het morgen om half zeven. Uh, hoe is het met de, de mentale weerbaarheid van de jongens? Zal het morgen moeten blijken? Heb je speciaal voorbereid. Uh, hoe uh, heb je dat uh, beleefd met de, met de mannen? Nou, kijk, de eerste week. Hoe na, leeft het nu? De, de ja. eerste week naar Roda hebben we, is het een normale week geweest. En dan weet iedereen daarna wel dat je. Uh, uh, dat het terecht aan zit te komen. En dat, dat proef je natuurlijk al vanaf maandag. En uh, langzamerhand wordt het opgebouwd tot, tot en met vandaag. En dan moet het morgen helemaal, uh, moeten we er allemaal klaar voor zijn. Uh, en uh, ja, zo, zo leef je naar zo'n wedstrijd toe. Uh, je kan niet al uh, de dag na Roda twee weken lang aan de graafschap gaan denken. Uh, maar uh, dat moet je langzaam opbouwen. Dat hebben we gedaan en nu, nu moeten we klaar zijn. Maar ik begrijp ook dat het misschien niet verstandiger is om er te veel druk op te leggen. Al is, al is het belang natuurlijk enorm. Ja, iedereen weet dat het belang enorm is. En, en uh, druk is uh, uh, iets waar je ook mee om moet gaan als je, als je betaald voetballer bent. Of als je, als je trainer bent en betaald voetballer. Dus ja, dat is dat, dat iets normaals. Uh, nu is het, is het uh, een hartstikke belangrijke wedstrijd. En we moeten winnen. Uh, en dan moet je omgaan met, uh, met een bepaalde druk om, om toch goed te kunnen spelen. Dus je moet jezelf ook niet uh, helemaal uh, gek laten maken. Uh, en ik denk dat de jongens dat uh, goed kunnen. Jack Born moest de training vanochtend eerder afbreken nadat hij een knietje in zijn bovenbeen kreeg. Born is daarna naar het ziekenhuis gegaan om een foto te laten maken, maar de blessure lijkt mee te vallen. Iemand anders die een blessure had was Marlon Pereira. Hij keerde na een afwezigheid van ruim vijf maanden vanochtend terug op Leeuwardenbodem om voorzichtig mee te trainen. Ja, het is nu echt uh, ja, steeds sterker maken van de pace en de uh, ja, kracht wat in mijn kuiten, uh, wat ik miste, zeg maar, dat, uh, ja, dat komt nu wel terug. En, uh, het is de bedoeling dat ik wel deze maand uh, volledig uh, terug ben bij Cambio. Dus uh, dat gaat de goede kant op in ieder geval. En dan zou het dus kunnen dat je de laatste twee competitiewedstrijden ongeveer er nog bij bent? Ja, dat hoop ik wel. En, uh, ja, laten we hopen dat we de na-competitie halen natuurlijk. En, uh... Dan hebben we echt nog wat aan je, hè Dan? Ja, dan, <laughs> ja. ja dat hoop ik echt. Maar we het, hopen ja. dat het vier wedstrijden duurt dan nog extra. Ja, zeker. Dat zal voor mij persoonlijk wel mooi zijn, ja. Zeker. En hoe is het dan? Morgen ben je natuurlijk ook uh, in Doetinchem erbij natuurlijk. Uh, lijkt mij dat je je dan toch wel aardig uh, verbijt of opvreet, of niet? Hoe, hoe gaat zoiets? In de laatste weken natuurlijk ook al. Ja, het is niet alleen de laatste weken, het is al gewoon, sinds ik eruit ben, okay. dan verbijt ik me steeds uh, elke week weer. Uh, dat ik, omdat ik gewoon wil spelen en ik wil die jongens helpen, ik wil de, ik wil de club helpen. En uh, ja, ik wil gewoon belangrijk zijn en dat kan uh, nu gewoon niet. En dat is gewoon uh, ja, heel jammer. Zeg ik te veel, ik zeg je bent uit een nachtmerrie ontwaakt. Nee, zo kan je het wel zeggen. Ja. Ja. Of het morgenavond ook een nachtmerrie wordt, valt nog af te wachten. Om half zeven wordt er afgetrapt op de Vijverberg in Doetinchem.